Carlos tegen Inter. Een interessante partij. Carlos had oranje, Inter had paars. Ik heb geprobeerd om de partij helemaal na te spelen. En dat ging lange tijd ging dat goed. Ik heb het idee, mannen, dat jullie concentratie kan waarschijnlijk wat beter. Want ik zag in ieder geval een aantal setjes natuurlijk allereerst aan de zijde van Carlos waar die inloopt. Maar daarna zag ik ook dat Inter weer in een damset loopt. Niet al te moeilijke damset. Wel mooi en knap natuurlijk, Carlos, dat jij die damset hebt uitgehaald. Maar meer nog dan de technische puntjes, denk ik, mannen, dat jullie mogen werken aan jullie concentratie. Maar goed, dat gaat vanzelf naarmate jullie ook nog sterker worden. Laten we gewoon even kijken naar de partij. Carlos begint, speelt 34-30, Inter 18-23. Even kijken. Als ik geen commentaar heb, dan zijn die zetten op zich logisch. Hè? Inter 3-8. Ik weet niet zeker of ik het er al eens met je over heb gehad. Maar dit hier, de schijf die jij nu opspeelt, is de kroonschijf. En die kroonschijf, die heet zo voor een reden. Van alle schijven op die onderste rij is de kroonschijf in een klassiek spel. Klassiek is als je allebei op het midden speelt. Hè? Dus als je allebei hier zeg maar staat, dan is die kroonschijf van die onderste rij is eigenlijk de enige schijf die je moet proberen zo lang mogelijk daar te houden. En de belangrijkste reden daarvoor is dat helemaal aan het eind van de partij, dan ga je die schijf nodig hebben om te verdedigen, om te keepen. Ja, want je kunt met deze schijf kun je nog alle velden, eigenlijk het hele bord kun je bestrijken. Je hebt deze schijf heb je ook nodig om, als je deze drie poot hier hebt, als je hier een schijf hebt, hier een schijf en hier een schijf, dan kun je op een gegeven moment kiezen om deze schijf hier af te ruilen. Hè? Eentje weggeven, slag, slag. Dat kan alleen maar als hier een schijf staat. Als die schijf er niet staat, dan slaat oranje door naar dam. En nog een reden die ik in een andere partij ook zag, waar ook een kroonschijf is opgespeeld en die ik ook in jullie partij zag, is dat je kunt slag zetten om je oren krijgen. En dat is in deze partij ook gebeurd. Laten we even verder gaan. Maar in ieder geval, dat is een belangrijke. Die kroonschijf die kun je beter laten staan. En in plaats van, als je dit veld dus wilt sluiten, wat op zich een goed idee is, dan is het handiger dus om die schijf hier te laten staan en om met deze schijf, met 2-8, dit veld te sluiten. En dan heb je ook meteen een hele mooie ruit. Ik weet niet of je wel eens hebt gehoord van dat figuur. Maar dan heb je dus een vierkant op zijn kant eigenlijk, van 3x3. En dat is heel sterk. Hè? Want aan alle kanten heb je 3 op een rij. En met die 3 op een rij kun je afruilen, kun je slagzetten uithalen. Dat is gewoon ijzersterk. Oké, we gaan verder. Carlos, mooie opbouwzet. Inter speelt 16-21. Oké. 50-44. Kan, ja, die. Carlos, ik heb jou en iedereen natuurlijk altijd verteld van, hé, als je schuift die schijf aan de rand, schuift die naar het midden toe. Is ook heel vaak zo. Alleen in dit geval is deze schijf, die moet je eigenlijk niet apart zien. Die moet je zien als onderdeel van een formatie. Hier kun je namelijk, als je 44-40 speelt, dus deze schijf hier naartoe, kun je zorgen dat je 3 op een rij hebt. En als je de 3 op een rij hebt, dan kun je op de volgende zet, of veel later in de partij, kun je, als je dat wil, een keertje een afruil nemen. Deze speler, slag, en dan naar het midden toe slaan. En dan kun je dit veld zeg maar veroveren en dan kun je aanvallen. Maar op het moment dus dat je deze schijf hier opspeelt en weggeeft, kun je nooit meer die driepoot hier opbouwen. En, want hier heb je geen schijf die nog een keertje hier naartoe kan. Die driepoot ben je dan kwijt. En dat betekent dat je eigenlijk dus ook nooit meer kunt afruilen bijvoorbeeld om hier naartoe te gaan. En daar ga je, last van krijgen. Dus dat is even belangrijk om bij deze set te vertellen. Oké. Maar ik vind het wel goed dat je op zich dacht van naar het midden toe schuiven. Maar nu vertel ik dus even iets nieuws erbij. Dat het in de toekomst, dat je dat toch met deze schijf hier anders beter kunt doen. Inter is een set, speelt die. Heeft hij zo'n klaverblaadje. Die.
Oh, jullie zijn echt een beetje aan het uitschuiven. Ja, dit is helemaal een gewaagde zet, Carlos, deze. Want op een gegeven moment gaat de stand klem lopen. En je moet nu wel echt heel goed hebben berekend dat het allemaal voor jou klopt. Hè, ben jij degene die als laatste zet? Nou, niet dus. Althans, we kijken zoals het in de partij gaat, loop je klem. Dus op dit moment, als je niet zeker weet hè, dat dit goed afloopt met Oranje, dan moet je op dit moment moet je zorgen dat je dus niet in zo'n uitschrijfvariant komt. En dan moet je dus hier de afruil nemen, 14-20, in te moet slaan. Jij slaat terug en dan heb je heel veel zetten en heel veel lucht. En dan kun je nooit, vast komen te staan. En dan denk ik zelfs trouwens, Carlos, dat je beter staat. Want Inter zit nog steeds, en dat gaat hij steeds sterker voelen, met het probleem dat deze schijf is opgespeeld. Want als Inter nu, net zoals jij, ook naar dit veld gaat. Hè, jij staat hier en dan kan Inter naar dit veld gaan. Dat is voor hem hetzelfde. Hè. Dit veld voor jou is voor Inter dit veld. Dan kan hij op de volgende zet dus niet doen wat jij wel kunt. Jij kunt zo afruilen, maar omdat Inter hier dus geen kroonschijf heeft, kan hij dus niet afruilen. He? Carlos heeft hier de kroonschijf, daardoor kan hij afruilen, die slag, slag. Inter heeft de kroonschijf niet en kan daardoor die niet spelen. En dat betekent dat Inter alleen maar kan uitschuiven en dan op een gegeven moment is het uitschuiven afgelopen en dan staat die klem. Dus, maar ja goed, Carlos, omdat je dus, ik denk ook een beetje te snel, maar goed, dat weet ik niet zeker... Omdat je dus 36-31 speelt, kom je in een uitschuifvariant terecht. En het lijkt erop dat dat niet zo goed is voor jou. Laten we even kijken hoe het verder gaat. Oh, nou doet Inter eigenlijk precies hetzelfde wat jij daarnet ook deed, Inter. Wat Carlos daarnet ook deed. Je speelt deze schijf op. En op zich, het ziet er wel mooi uit, moet ik trouwens zo zeggen. Hè? Zo, het zijn mooie figuurtjes. Alleen het vervelende is... dat je hiermee, met deze zet, zet jezelf echt helemaal klem. Je kunt echt helemaal niks. Terwijl als je die schijf had laten staan en je had 7-11 gespeeld naar de rand toe. Ik weet, dat klinkt misschien een beetje raar. Maar dan kun je op de volgende zet, als je dat wil, kun je die drie hier op een rij kun je gebruiken om af te ruilen. 17-22, slag, en naar voren toe. En heb je heel veel ruimte en je hebt het midden. Nou ja, dan heb je gewoon een goede stand in te. En nu, ja, ik geloof dat het komt gewoon goed uit, maar het is wel een hele gewaagde zet, dat 6-11. Omdat je dus die afruilmogelijkheid, die ik daarnet liet zien, niet meer hebt. Oké. Okay. Inter speelt die. Ja, nu wordt het steeds verder uitgeschoven. Oh ja, nou ja, en met deze zet, Carlos, maak je het jezelf ook nog even iets moeilijker. Want als je deze schijf nou eventjes... Het is op zich, begrijp ik het, hè, dat je de schijf op de hoofdlijn, dit is de hoofdlijn, dat je die wilt uitschuiven. Maar het vervelende daaraan is dat als je nu op de volgende zet een keertje naar dit veld toe ruilt, en dat zul je toch een keertje moeten doen, hè, als je zo ruilt, slag, slag, hier naar voren toe, dan kan Inter kan er gewoon achterlopen, 12-18, en dan kun je daar niks tegen doen. Dan kan hij gewoon slaan. Terwijl als je deze schijf dus hier had laten staan, en je had meteen naar voren geruild, dan denk ik... dus dan ruil je eens naar voren, dan gaat Inter erachter. Dan kun je die spelen. En dan kan Inter slaan en dan kun je terugslaan. Maar omdat je nu deze hebt opgespeeld, kun je deze niet meer zetten. Want dan slaat Inter zo ook twee naar dam toe. Het zijn allemaal opbouwtrucs. Jullie komen natuurlijk heel duidelijk op de next level nu. Qua speelkracht. Maar, nou ja, en hier gaan we het ook vaker over hebben op de clubavond. Maar dit is alvast eventjes iets om in de video aan te geven. Even kijken, Inter gaat verder met doorschuiven, uitschuiven. Carlos speelt die. Die. Inter speelt die. En ik zie niet meteen in deze stand waarom 14 beter is dan 15. Maar oké, okay, goed. Hè. Het nadeel van 14 vind ik een beetje in deze stand. Omdat je toch die kroonschijf mist. Dat je deze schijf hier echt een beetje buitenspel zet, Inter. Die schijf die komt nooit meer in de partij, zeg maar. Die blijft altijd hier in het hoekje staan. Terwijl als je die schijf hier zo laat staan en deze schijf erbij schuift... Ja, het is ook niet geweldig, denk ik. Maar dan heb je een grotere kans dat hij nog een keertje iets gaat doen. Nou ja, nu in ieder geval is degene die aan zet is, die heeft pech. Want die moet, denk ik, schijven gaan inleveren. Nou, Carlos heeft pech. En die speelt die. Dus eerst is dat nog een afruiler. Slag, slag. Maar ja, nu zie je dus... en nu gaat Inter erachter.
En nu zie je dus het verschil, wat ik daarnet al probeerde uitleggen. Nu kan Carlos deze niet spelen, hè, want dan slaat Inter zo naar dam toe. Terwijl als Carlos deze schijf niet had opgespeeld, als hij die hier had laten staan, dan had hij nu dit kunnen doen. Dan slaat Inter bijvoorbeeld zo, dan kan Carlos zo terugslaan. Inter staat zo, zo, en dan staat het voor nu staat het gelijk. Of dat allemaal speelbaar is voor Oranje, dat weet ik niet, want het ziet er heel erg spannend uit. Maar in ieder geval, het gaat even om het principe dat je, als je deze schijf dus niet erbij opspeelt, dat je dan die driepoot haalt waarmee je kunt ruilen. En die is heel belangrijk in de verdediging van deze schijf. He, op het Kerkhofveld. Dat heb ik jullie misschien al eens verteld. Dit veld hier heet het Kerkhofveld. En dat heet zo omdat als je daar gaat staan, dat je wel heel erg goed moet opletten hoe je die schijf verdedigt. Want anders dan is het meteen ook het kerkhof voor die velden, voor die schijf. En dan wordt die schijf opgegeten. Nou, nu is Carlos aan zet. Speelt die. Inter slaat er twee. Ja, nou, dan staat hij een schijf voor. En nu wordt het één groot feest van inleveren voor Carlos. Op dit moment staat Inter één schijf voor. Nu staat Inter drie schijven voor. Nou ja, als je drie schijven voor staat Inter, dan mag je allereerst eigenlijk niet meer verliezen. En eigenlijk wat je trouwens ook niet gedaan hebt. Maar gelijkspel, dat mag eigenlijk ook niet. Hè? Drie schijven voor, dan moet je gewoon zorgen van hoe ga ik dit afmaken? Hoe ga ik zorgen dat ik ook die drie schijven voor win? Ik vind aan de andere kant, Carlos, van jou vind ik het wel karakter en spirit dat je je in de partij terug hebt gevochten. En dat je dus toch nog een punt hebt gehaald. Maar dat kan alleen dus hè, als je met paars, als je in dit geval Inter, als je niet goed oplet. Want drie schijven voor, dan moet je gewoon winnen. Dat is even iets voor de volgende keer. Voor jullie allebei. Even kijken. Ik denk dat Inter er te makkelijk over dacht. Ja, ik zie ook niet op dit moment eventjes hoe paars dit nog een punt kan kwijtraken. Slag. Nu staat paars vier schijven voor. Oh ja, en dit is het moment waarop het misging met, althans met de computer. En dat geeft ook wel aan dat Inter hier er te makkelijk over denkt. Inter, vriend. Want hier heeft Inter dus niet geslagen met 11 slag 41, wat moet. Maar heeft hij 17-22 gespeeld. En slimme Carlos die heeft daar natuurlijk meteen, ik geloof 37-32 gespeeld. Of 38-32, één van die twee. Ik dacht 38-32. He, en dan kunnen er nog wat zetten worden gedaan. En daarna haalde Carlos ook nog een keertje een damset uit. Dus in deze fase van de partij kan ik niet anders zeggen. Inter, hier ben je gewoon echt even te nonchalant. Nou ja. En daar betaal je dan de prijs voor. In de zin dat je dus in plaats van wint, remise speelt. In deze stand allereerst, dit kan echt niet, hè mannen. Hier moet je gewoon zien dat je moet slaan. Dat is op jullie niveau. Hè, dat vroeger, toen jullie net begonnen, dan kun je natuurlijk missen dat je twee schijven moet slaan. Maar nu moet je dat gewoon zien. Dus volgende keer gewoon even goed opletten. En zolang er nog schijven van je tegenstander op het bord staan en je tegenstander niet heeft opgegeven, moet je altijd scherp blijven. Want het is wel zo dat met dammen er altijd slagzetten in kunnen zitten. En daar moet je altijd op alert zijn. Nou ja, goed. Een leermomentje. In ieder geval een onderhoudende en leuke partij met ook een paar, denk ik, goede leerpunten. Oké.